bij Igmar. Voor veel Nederlandse rappers waren deze mannen hier in de studio de reden om ooit te gaan rappen. Volgens velen nog altijd een van de beste acts die de Nederlandse hiphop heeft voortgebracht. Begonnen in 1998 samen met Delic als Opgezwollen. Brachten 3 albums uit met tracks zoals Hoe de Plank en Gekke Gerrit. Werden bekend bij het grote publiek en ontelbare prijzen volgden. Maar toch stopten ze 10 jaar geleden en vorig jaar was daar een reunie met Opgezwollen, maar 21 juli van dit jaar was daar het lang verwachte album van deze twee mannen. Yep. Dit is hem en ze zijn hier bij ons in de studio. Mag ik even een groot applaus voor deze mannen, Rico en Stix? Yes, yes. Ja, dat was even een introotje. Ja, dankjewel. Ik moet je heel even een klein dingetje zeggen, want het was geen reunie van Opgezwollen, maar wel de eerste keer dat wij weer samen op het podium stonden, Rie en Stix. Maar Delic was niet aanwezig, dus dan vind ik niet dat je het een reunie mag noemen. Maar ik begrijp dat het verwarrend is voor de kijker thuis. Hebben we dat in ieder geval gelijk even recht gezet? Ja, toch? Laten we daar ook. Kwam daar ook het idee toen mieren neuken, maar nou, je mag mieren neuken. Je mag mieren neuken. Zeker als het om jezelf gaat natuurlijk. Alright, man. Kwam daar ook het idee vandaan van jongens, we moeten weer een album samen maken? Of was dat daarvoor al? Er was weinig idee, zeg maar. We hadden gewoon dat ding gedaan, de tour achter de rug. En volgens mij kwam Cupie Stix tegen. Ja, Cupie voor de mensen thuis. Ja, Cupie, inderdaad. Ja, ja. En hadden we afgesproken om de studio in te gaan. Gewoon weer een keertje chillen en zo. En toen kwam er een track uit en daarna nog een paar tracks. En na 6 tracks hadden we zoiets van, hey, de vibe is goed. Goede sfeer inderdaad hier in de studio. En ja, laten we gewoon voor die plaat gaan, weet je. Ja, ja. Nou ja, en die is er dan nu gekomen, de nieuwe plaat. Met inderdaad een nieuwe producer en gewoon als Rico en Stix nu naar buiten toe. Hoe is dat om dat weer te doen, een nieuw album uit te brengen? Ben je dan net zoals toen bijvoorbeeld heel erg bezig met de reacties of wat er allemaal? Of merk je dan toch dat je er ouder in bent geworden, Stix? Ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk om iets waar je heel erg lang aan hebt gewerkt. En veel tijd en energie en vooral veel liefde in hebt zitten. Om te kijken wat mensen daarvan vinden. Maar tegelijkertijd is het zo dat als je op een punt bent dat je heel erg overtuigd bent van de kwaliteit ervan. Dat, dat je nog wel interesse hebt in de reacties, maar dat het niet. Nee? Het verandert de uitkomst van het project niet. Nee, weet je. Nee, maar de wereld is wel veranderd met social media, alles erop en eraan. Ja. Merk je dat nu dan ook heviger is dan toen? De reacties bedoel je? Ja, of, en de bereikbaarheid? Nee, eigenlijk niet, man. Het zijn gewoon andere kanalen, maar qua reacties en zo. Vind ik het eigenlijk wel vergelijkbaar. Maar je merkt, het komt nu op via andere wegen tot je. Ja. En nu ben ik ook niet echt een hele social media tijger of zo. Rico ook niet. Dus we hebben allebei een Insta-account en dat is zo'n beetje, toch? Of jij hebt Twitter nog? Twitter, ja. Maar low basis. Maar het is gewoon. Maar nou ja, ik kan me wel voorstellen. Want dit is nu. Nou ja, kijk, jullie zijn nooit gestopt verder. Maar Rico en Stix is terug als dat project een album uitgekomen. Wat is er veranderd voor jullie zelf? Als je zegt van, als ik naar mezelf kijk als rapper, hierin ben ik echt veranderd. Of is dat juist helemaal niet zo? En doe je nog steeds hetzelfde? Als ik dat aan jou vraag, Rico. Nou ja, de hongerigheid is er. Ik wilde net antwoorden. Oh, nee, vraag die dan niet. Kom ik zo bij jou, Stix. Ja, de hongerigheid is er nog steeds. En daar ben ik zelf heel erg blij mee. Dat had natuurlijk ook weg kunnen zijn. Of weet je, dat het een beetje klaar is. Ja. En ja, qua verandering. Ja, het is logisch dat je ouder wordt, weet je. Dat je dus met andere dingen bezighoudt. En, maar ja, eigenlijk in wezen, in de basis is er niks veranderd. Nee. Vind ik. Nee? De lol is er nog steeds. We hebben echt heel veel fun gehad met het opnemen van deze platen. Ja. Dat hoor je er ook aan af. En wat je erin stopt, haal je er weer uit als luisteraar, denk ik. Ja. Want jij wou hem ook insteken. Merk jij dat bij jezelf dan? Dat je als rapper bent veranderd? Of zeg je ook van nee? Nee, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik wilde zeggen. Maar volgens mij is het zo dat we beter weten wanneer we wel en wanneer we niet moeten rappen. En dat is natuurlijk ook een belangrijke eigenschap. Leg eens uit. Ja, soms moet je ook gewoon je kop halen. Dat is het, heel simpel. Weet je, en vroeger had ik gewoon, dit beat, nog een beat, nog een beat, let's go. Alles helemaal kapot rappen. Ja. En nu is het meer van, oké, ik pak deze en Je schrijft gewoon anders. Je schrijft meer van, oké, dit is het moment. Je herkent het moment beter dat je in actie moet komen. Ja. En dat is verder niet echt. Het klinkt een beetje zweverig of zo. Maar nou, dat ik is, vind het wel interessant om te horen. Hoor. Ja, dat is het gewoon. Weet je, van ja, oké, omdat je veel studio sessies gehad hebt, weet je gewoon beter op een gegeven moment waar je in actie moet komen. Maar ben je dan ook voorzichtiger met je teksten? Nee. Nee, die blijven gewoon wel hetzelfde. Nee, qua onderwerp is het wel heel erg veranderd. Maar het is niet. Ik denk niet. Ik ben nooit anders daarover na gaan denken. Het zijn mijn uitingen. En nu uit ik me over andere onderwerpen. Maar niet op een soort behoudendere manier. Zo van ik heb nu een andere rol of wat dan ook. Nee. Hoe kijken jullie nu naar de Nederlandse hiphop scene op dit moment sowieso? Want die is veranderd, opkomend weer heel erg op dit moment. Ja. Van wie wil je het antwoord? Ik begin nu bij jou, Stix. Je durft niet meer, hè? Ik zit je een beetje te pesten. Ik begin bij jou. Ja. Nee, ja, ik vind het top, man. Ik vind het top.
gewoon heel veel kwaliteit, heel veel verschillende sounds. En, gewoon een hele volwassen industrie waar veel mensen van kunnen leven. Mm-hmm. Ja, dat is iets waar wij van droomden, denk ik, vroeger. Ja, hadden jullie liever nu bijvoorbeeld ingestroomd? Toen jullie begonnen was het natuurlijk echt nog veel moeilijker allemaal. Had je dan liever nu ingestroomd? Of? Nee. Ik vind het helemaal prima hoe we zijn ingestroomd ja? in de tijd. Ja. Juist misschien omdat het wat rustiger was. En, grondleggers. Nou ja. Ja. Dat kan je het noemen. Dat mag ik zeggen, toch? Dat jij mag het zeggen. Sowieso. Maar ja, grondleggers, pioniers worden nooit betaald, hè, dat weet je. Dus, Maar als jullie dan nu kijken naar de hip-hop, en luisteren jullie dan ook naar bepaalde mensen? Wie vinden jullie dan nu op het moment heel tof? Altijd namen horen. Ja, Het is gewoon interessant. Weet je wat het ding is, JJ? Ik vind het interessant om in de gaten te houden. En kwalitatief vind ik het leuk om het te volgen. Maar als je het hebt over echt projecten luisteren of zo, dan merk ik dat de onderwerpkeuze, daar kan ik me niet echt mee identificeren vaak. Gewoon omdat het niet de fase van mijn leven is anders. Dus ja. Dan houdt het best wel snel op of zo. Maar ik hoor waarom het goed is. Ik hoor waarom mensen het goed vinden. Weet je? Dus in die zin kan ik er heel erg van genieten. Ik geniet gewoon van veel jongens die ik persoonlijk ken en waarvan ik denk, ja, bijvoorbeeld Lil Kleine, die heb ik, weet je, als docent bij de HBA waar ik destijds werkte, in de klas gehad 2 jaar. En als ik nu zie wat hij allemaal doet, ja, daar kan ik echt oprecht van genieten. Ja. Maar je kan je niet identificeren met zijn teksten? Nee, je bent rouwer, denk ik, gewoon natuurlijk, op een gegeven moment. Precies. Ja, dat snap ik. Ik sta nooit in een club, weet je wel. Ik pop geen champagne, behalve met oud en nieuw. Ja. Wel goede champagne dan, maar het is, weet je, kijk, dus dat is gewoon allemaal niet mijn leven. En in die zin, ja, weet je, ik zou het ook niet vol kunnen houden, denk ik. Wat ik wel interessant vind, ik lees een aantal interviews, jullie komen veel naar buiten. Onder andere, we hadden net kort buiten de uitzending over jullie, zelfs in de FIFA staan jullie als Rico en Stix met een interview. Ja. Waarbij ik bijvoorbeeld van jouw kant weer, Rico, dat vond ik best wel mooi. Je laat best wel een heftige kant van jezelf zien, dat je moeilijke tijd achter de rug hebt gehad. Ja, dat klopt. Ja, die laat ik zien, ja. Hoe gaat dat nu met je? Het gaat heel goed. Ja. Ik ben nu klein jaartje een soort van sober. Ja. Met een paar uitglijders buitengelaten, zeg maar. Maar voor de rest gaat het supergoed, ja. Je dronk veel alcohol, hè? Ja, dronk veel alcohol en daarvoor ook heel veel drugsgebruik en zo. Dus echt destructief slecht bezig, zeg maar. Dus, en dat is nu gelukkig achter de rug. En dat zal mede te maken. Kijk, uiteindelijk komt het allemaal van mezelf. Maar ik ben natuurlijk inmiddels ook vader geworden. Ja. En het rijmt niet meer met elkaar, weet je wel. Dus wat dat betreft ben ik super blij dat ik me zo voel als ik nu ben. Mooi. Wisten jullie dit van elkaar in die tijd bijvoorbeeld? Ja, ik neem aan van wel. Ja, maar ik ken hem vrij goed. Ja, dat is precies. Ja, maar helemaal lam? Nee, dat is heel normaal. Nee, maar steunen jullie elkaar daar nog in? Of heb je nog op een gegeven moment, want je gaat weer muziek maken samen. Jij zit hier nu dat je zegt ik ben sober, waar je trots op mag zijn. Heb jij daar nog in bijgedragen? Of hoe ging je dat? Je hebt natuurlijk heel veel verschillende gevoelens die ook strijden, weet je, dan ben je weer pissig en dan denk je, vind je het gewoon weer zonde en dan maak je weer zorgen en dan, weet je, dus dat wisselt elkaar allemaal af. Mm-hmm. Maar ik denk dat geen twijfel over bestaat dat die vriendschap gewoon heel hecht is en dat we er altijd wel klaarstaan voor elkaar. Ook al gaat het weer eens mis en denk je, ja jongen, weet je. Ja. Dus, dat is toch fucking mooi? Het is hartstikke mooi. Ja, dan nu weer vlammen met z'n tweeën. Ja. Precies. Juist. Snap je? Ja. Alles achterlaten en gewoon weer vooruitbeuken. Ja, tuurlijk. Precies. Tuurlijk. Zullen we live een track gaan doen, mannen? Ja, gaan we doen. Laten we beginnen met Libido Bassi. Ja, dat vind jij mooi, hè? Vind ik een hele mooie. Ja, Libido Bassi, man. Laten we die doen. We hebben live hier op Slam Rico en Stix. En we gaan hem live doen. Laat even weten wat je ervan vindt. 6363 of het tweetje @bijIgmar. Dus 6363 of het tweetje @bijIgmar. Dit zijn Rico en Stix. Alleen positiviteit, hè, want ik check alle comments. Ja, Stix gaat ze net allemaal over checken zometeen. Dus, en beantwoorden. En beantwoorden ook. Dus laat het weten. 6363 of het tweetje @bijIgmar. Dit zijn Rico en Stix live op Slam. Ah, jawel. Cubus op de beat. Cubus op de beat. Badoadabadababa. FM. Ik hoor dat Ajax achter staat. Echt maar. JJ. Dus we brengen de guns uit. Ria Sticks. Let's go. Murder was the case. Toen ik naar de assen keek. Vanavond mag ze mee. Vanavond mag ze mee. Als ze mazzel heeft. Met de smooth apparaten. Broek naar beneden, maak moves in de club, doorgaans in mijn eentje. Elke dag is een verjaardagsfeestje. Zit nou eenmaal in het aard van het beestje. Wild daarna geschoten en naar de kloten. Te grote bil om te laten lopen. Ja, ik heb een jachtvergunning. Zij maakt het verschil, Akda en de Munnik. Ik heb een avondvullend programma. Dames noemen me dan Dada. Ja, dat is waar, maar nu ben ik niet meer zo. Maar dat zegt niet zoveel over mijn libido. Bassie. Tja,
Libido Bassi. Jesus. Aangeschoten. What? Wild. Aangeschoten. What? Wild. Libido. Aangeschoten. Bassi. Wild. Aangeschoten. Wild. Check it out. Libido Bassi. Vul het. Doe wat je doet, wat gedaan moet worden. Kraken verzameld worden. Overal naakte dames op de vaat op reclameborden. Bounce, rock, roller skate. Je geeft geen fuck en je hoofd is leeg. 15, je hebt zo'n date. Voor de zekerheid, je condoompjes mee. Altijd een beetje zoenen en een beetje voelen. Waarom zeggen ze ja als ze nee bedoelen? Maar goed, vanavond dan heel misschien. Je bent er klaar voor, elke pornofilm gezien. Voor je weet is de avond om. Ze kleedt zich uit, ze draait zich om. Ze pakt die plastic, je krijgt dat ding niet om. Ze zegt neem me, oh shit, ik kom. Libido Bas. Aangeschoten. Wild. Aangeschoten. Wild. Libido Bas. Aangeschoten. Wild. Aangeschoten. Wild. Aangeschoten. Wild. Aangeschoten. Wie is er? Libido Bas. Wat? Libido Bas. Zeg wel heel serieus. Nog een keer. Libido Bas. Doe wat je doet, wat gedaan moet worden. Bloed kruipt waar de zaadjes verzameld worden. Overal naakte dames op de straat, net op reclameborden. Ik fokte de eerste twee zinnen op, dus ik denk, doe me even opnieuw. Ik had een beetje weinig geslapen vannacht. Sorry mensen, lieve mensen van Slam. Libido Bassi. Cubus, Cubus. Beats. Ah, applausje voor Rico Steeks! Ah, lekker. Ja, thanks. Ja, ik moet eerlijk zeggen, geen excuses voor, maar ik had echt een korte nacht achter de rug. Dus ik merkte, opeens had ik die inkakken. Dus ik fokte mijn eerste twee zinnen op en dan baal ik. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel.